de prins van Coroni, patroon van Suriname en voordrachtskunstenaar Stanley Slijngaard, meer bekend als Sombra, is gisteravond op een bijzondere manier gehuldigd. Stichting Fetifuwini, NAX en schrijversgroep 77 hebben deze bijzondere ode gebracht aan Sombra in het kader van zijn 85ste verjaardag gisteren. Tijdens deze activiteit met als thema Sombra Netti waren er voordrachten van jonge dichters en schrijvers om zo een ode te brengen aan hun guru. NAX-voorzitter Siegmin Staphorst zegt dat samen met de andere organisaties Sombra is uitgeroepen tot een Surinaamse icoon. Ik doe dat die om dieke amandies en heren die die lange amandak potsranana fesie. A potsranana fesie, dat wat fakti sa voer sranaman no man do. Ingre sabeng, digisma sabeng, grama sabeng. Bewasana sabeng, nongan sabeng. Amandisi, upoteng, eigenlijk helemaal op de voorgrond. En usabitak kulturu namasani sang ekchar unu blakaman. Toch? Ik moet het even zeggen, want ik ben van NAX. En NAX ekchari esori blakaman. In de cultuur. Sombra zegt trots te zijn op alle titels die hij uit waardering heeft gehad in de afgelopen 85 jaar. Hij probeert daarom om deze titels op een zeer positieve manier uit te dragen. De prins, moet je de draad van de prins kennen. En ik laat door mijn omgang met anderen, dat mensen jou op een heel andere manier bekijken dan. Tijdens deze Sombra Netti heeft de jarige een vriendenboek ontvangen waarin 13 collega's hun persoonlijke band met hem hebben beschreven.